heb gewoon een soort van gefaald of zo. Het is heel gek. Oké, we hebben dus opeens random krasloten. We kunnen 100.000 euro winnen, jongens. Okay. Kies dan, kies. Dus dan weten jullie dat. We gaan een feest organiseren voor mensen tussen de 12 en 16 jaar op 19 mei. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Ik sta alweer op het punt om weg te gaan, want ik ga lekker sporten bij Hidde. Want ik heb al een tijdje weer niet gesport, ik was erg druk vorige week. Maar nu heb ik weer eventjes wat meer rust in mijn kop, aangezien de clip gewoon erop staat, jongens. Gisteren was zo'n topdag en het wordt zo'n lijpe clip. Ik heb het gisteren ook al heel vaak gezegd, maar dit wordt de lijpste clip die ik ooit heb gemaakt. Niek, die is er straks ook gezellig bij, dus we gaan weer even lekker met z'n drieën sporten. Ik weet niet of Hidde ook mee gaat sporten, maar ik ga sowieso samen met Niek sporten, dus dat is leuk. En ik ga jullie straks misschien wat meer vertellen over het event wat Ruben, ik en Niek willen gaan organiseren. Ik ga dus na sport ook even naar de zaak van mijn pa. Gaan we met z'n drieën weer even een soort van brainstormen, een soort van meeting weer over het event. En misschien dat wij straks jullie wat meer gaan vertellen. En geloof me, veel van jullie gaan dit waarschijnlijk heel erg leuk vinden. En zouden er denk ik ook wel heel graag naartoe willen. Maar ik ga jullie straks meer vertellen, jongens. Even geduld nog. Jullie hebben waarschijnlijk ook gemerkt dat ik eergisteren geen vlog heb geüpload. Alleen, weet je wat het is, jongens? Ik vind dagelijks vloggen echt heel erg leuk. En ik doe het graag. Maar soms heb ik gewoon een dag dat ik dus eigenlijk echt niet zoveel doe. En ook eigenlijk geen tijd heb om te vloggen. Omdat ik ook dan veel nog bezig ben met bijvoorbeeld andere dingen. Zoals het event. En ik was heel erg veel bezig met de videoclip voorbereiden. En om de kwaliteit van de vlog zeg maar hoog te houden. En het leuk te houden. En het soort van ook interessant te maken. Waardoor ik het zelf ook leuk vind. Denk ik dat ik af en toe gewoon een dag heb. Dat ik geen vlog upload. En dat is puur ook omdat ik gewoon soms merk dat als ik een vlog upload waar ik niet helemaal achter sta. Omdat ik gewoon, omdat er gewoon bijna niks gebeurt. En een soort van hele geforceerde vlog is. Omdat ik denk van ook ik ga maar wat filmen om het filmen. Dat ik zelf, ik vind het zelf ook niet leuk om te editen. Ik merk dan van het is eigenlijk helemaal geen leuke vlog. Weet je wel, het is best wel een saaie vlog. Waar niet heel veel in gebeurt. Dus ik denk dat het dan beter is om die dag bijvoorbeeld dat ik niks heb gedaan, geen vlog te uploaden. In plaats van dat de kwaliteit naar beneden gaat van de vlog. Daar heb ik zelf, dat vind ik zelf ook niet leuk. Dus dan kan ik beter gewoon de dag daarna weer een knalvlog maken in plaats van een halve. Dus dan weten jullie dat. Dus sorry voordat er geen vlog online was gekomen. Maar nu weten jullie de reden. En ik wil het toch even met jullie delen. Want het is heel gek. Sinds ik zeg maar dagelijks vlog, zit ik er dan ook echt mee. Weet je, dan denk ik echt zo van, ik heb gewoon een soort van gefaald of zo. Het is heel gek. Ik heb dan echt het gevoel van, het lukt me gewoon niet om een vlog te uploaden. Het voelt gewoon niet chill. Maar goed, bij deze, jullie weten de reden. En ik rijd nu weer verkeerd, jongens. Want de weg, de A9 die daarachter ligt, is afgesloten, zoals ik jullie gisteren zei. Maar ik rijd toch elke keer uit gewenning die kant op om de A9 op te gaan. Maar ik moet eigenlijk nu richting Stadshart en daar de weg op. Dus dan doe ik dat maar, hè. Daar zijn we weer. Vandaag gaan we weer even gek trainen, jongens. En ik had vorige week voor het eerst een muscle-up gedaan. En dat is dus zeg maar dat je gewoon aan de stang hier gaat hangen. Maar dat je dan je optrekt en dan gelijk erboven komt. In plaats van dat je zeg maar, want normaal gesproken doe je gewoon zo, hup. Maar dat je hem zeg maar trekt en dan erboven komt. Dus dat ga ik straks ook weer even proberen. En dan ga ik het aan jullie laten zien, jongens. Maar Niek komt ook gezellig trainen, zoals ik net zei. En die is onderweg. Dus dat is top. Wat een dag. Niek die komt eraan. Hey! Niet leuk! Dag meneer de regisseur. Dag meneer. Bent u tevreden over de draaidag van gisteren? Nou, ik denk dat we een reshoot moeten doen. Waarom? Ik ben helemaal tevreden over het meisje die we hadden uitgekomen. Nee, nee. Maar goed, dat doet er nu even niet toe. Nee, ik ga sporten. Ja. Hoe is het? Goed. Kan je even helpen met de achterdoen, want dat doet de pijn in mijn schouder. Ik ga gewoon de press even voor je. Is dat iets nieuws? Vind ik wel goed hoor.
Maar... Finn, wat ga je doen? Een muzzle-up. Nou, muzzle-up, jongen. Een up de muskeer. Zes. Oh nee. Twee. Hidde. Dat ga ik nu niet doen, jongen. Was het afscheuren niet, jongen? Ja, ik niet janken, kom op. Ho. En wie ben jij nou weer? Stagiaires bemoeien zich tegenwoordig overal. Oh ja! Moest ik eerst op 10 seconden liggen, maar ook al lekker behalve goed kon lichten. Maar dat is alweer een alle handstand, dat valt gewoon zo. Ja, dat is altijd zo. Zie hier, Nicroze. Deze man is niet bang voor 50 kilo. De dumbbellpress gaat hij doen met wel liefst 100 pluisjes. Wat? Dumbbells. Prima. Vijf. Drie. Nee, ik vraag niet op mij. Vier. Ja. Kom op. Oké, trek nou op de knieën. Ik Ik moet zeggen, Niek is ook niet van poppenscheis, hoor. Jezus. Maar eerlijk, Niek is ook niet van poppenstront. Nee, hij is zeker niet van poppenstront. Geen idee, jongen. Ik ben een sprong in je spiertje. Spoel even de verkeerde kant. Ja! Hoeveel moet ik er? 25. Ja! Kom op, nog 20. Woe! Zo! Oh, wat hebben we hier fantastisch mooi getraind! Wow! Hey, maar weet je, we gaan even lekker lunchen. En onze oom, onze personal onze trainer Hidde. Oom Hidde. Onze shoe. Hier, in de auto. Oh, hallo. Stapt u maar in, meneer. Later. Wij gaan eventjes lekker lunchen, hé. Ja, jongen. Beste lunchtentje van Haarlem. Het is ook echt niet dat onze personal trainer ons stimuleert om bootjes kip te eten, hoor. Jawel, chicken bao. Oh ja. Ja, jongens, ik weet zeker dat jullie hier gewoon heel gelukkig van gaan. Ja, ik ben benieuwd. Het is alleen wel zo dat dit broodje kip mag ik eigenlijk niet stimuleren. Is hij niet goed? Nou, dit is gewoon een soort van hele luxe KFC eigenlijk. Oh. Zo moet je het gewoon een beetje zien. Oké. Okay. Oh. Maar goed, we hebben wel echt goed getraind. Wat verbrand je eigenlijk met zo'n training die wij bijvoorbeeld vandaag hebben gedaan? Nou, ja, niet zoveel. Oh. Nou ja, het verschilt heel erg. Eigenlijk moeten we voor de grap eens een keertje meten. Maar je kan tussen de, laten we zeggen, 200 en max 600 calorieën. Oh. Dat 600 is dan echt wel hoog, hoor. Ja, maar dat doen wij elke week. Je verbrandt nog heel erg na met krachttraining. Dat is een beetje de grap. En helemaal als je gaat eten? Je verbrandt nog helemaal na? Ja, dus je lijf is nu nog heel erg aan het werken om... Dus je moet eigenlijk even af de zin opsmeren. Nee, maar als je bijvoorbeeld gaat hardlopen, dan stopt je verbranding eigenlijk acuut op het moment dat jij klaar bent met hardlopen. Dat heeft een beetje te maken met welk energiesysteem je zit te werken. Oh. Hey, en het is toch ook eigenlijk de bedoeling dat je binnen een half uur na je training al eet? Is toch het best? Ja, dat kan. Het is een beetje afhankelijk van wat je doel is. Kijk... Kastmonen! We moeten pompen! Nee, maar ja, het is wel gewoon belangrijk dat we gewoon een beetje eten en shit. Ik bedoel, je moet wel ergens wat vandaan halen om wat te kunnen bouwen. En dat is precies de reden waarom wij nu gaan eten. Daar lopen we dan! In het centrum van Haarlem. Wat een mooie stad, hè? Ik ben zo vaak ben ik dus eigenlijk niet. Terwijl ik er wel woon. Oké, jongens, willen jullie een kraslot? Zo? Nee, ik wil geen kraslot. Oké, lopen jullie door? Je gebouw, ik haal van ons een kraslot. Zo, kun je er even wachten, heb je gehaast. Wil je er eentje of niet? Kraslot, oké. Okay. Nou, halen we een kraslot. 18 plus. Oké, okay, we hebben dus opeens random krasloten. We kunnen 100.000 euro winnen, jongens. Okay. Kies dan, kies. Ja! Oh, jongens. Heel random dit. Ik ruik... Oh, ja, oh, dit is 100.000 euro. Ik ruik 100.000 euro. Je moet even zo. En? Gadver. Het smaakt naar? 40k. Oeh. 40k? Jongens, als je geen 18 bent, niet gokken, want je verliest een deal, eigenlijk altijd. Met wat er ermee maar het is grappig. Het was heel random. We liepen langs zo'n Primera en opeens zei je ervan... We gaan een kras... Wat zeggen jullie nou? Als we
Als we meer dan 1000 euro winnen, nee, wat is het minimale bedrag? Nee, 5. Minimaal 5k gaan we meteen opmaken op Ibiza. Maar dan ook echt, zeg maar, dan gaan we morgen weg. Ja, gaan we nu ticket boeken. Oké. Okay. Ik ben wel aan. Nee, nou. Misschien, nee, als oh, pas op! Niet, pas op! Rustig. Het is zo gevaarlijk in de stad. Deze voor mij. Hier met die stuur dat ding in. Oké, 1 voor 1. Niek. Maar hoe werkt dit? Wat moet je eerst doen? Oké, okay, dat is spel uitleggen. Kras eerst de winnende nummers open, vervolgens jouw nummers. Is een van jouw nummers onder de krasvraag gelijk aan een van de winnende nummers? Ik kan niet meer, ik ga gewoon beginnen. Als je moet gewoon alles open krassen. En dan uiteindelijk, als je twee keer hetzelfde hebt van jouw nummers en onder, dan is het gewoon cashje, jongen. Cashje, klaar. Jij weet zelf de slogan. Ja. Dat is wel echt erg. Hoe vaak hou je zo'n lot? Ja, dit is echt heel compleet random dat ik dit doe. Ik heb niet zo'n krasverslaving eigenlijk. Maar die heb ik echt met, we zagen zo'n premiere en hij zegt, kom, we gaan de kraslot halen. Ja, maar dan is het toch gewoon als het gevoel zegt dat je dat moet doen. Ja, doen. Misschien wel. 62, 46, 64, 56, 31. Als één van die getallen die ons aan, dan heb ik sowieso 100.000 euro gewonnen. Dankjewel. Holy shit. Hé? Ja. Wat heb je gewonnen? Ik weet het niet. Helemaal niks! Nou, oké, okay, nu is het hele beurt. Je hebt 10 euro gewonnen, maat! Ja! 10 euro gewonnen! Ja! Hé, hey, dan heb je 2 kaarten al terug. Wat heb ik nog meer? Niks. 10 euro. Niks. Nu is het mijn beurt. Met maar liefst helemaal niks. Nou, dan moet je dus nu even de disclaimer. Kinderen, ga dus niet gokken. Jongens, zo zie je, niet gokken. Je wint nooit. We hebben 5 euro verloren aan deze kaarten, maar we hebben voor 5 euro wel ontzettend veel lol gehad. Dus, gokken is gewoon leuk. Nou, heerlijk gegeten zeg. Het broodje kip heeft niet teleurgesteld. Maar hoe duur denk je dat het was? Weet ik niet. Waarom is het 3? 60 euro. 92. Normaal niet. Echt? Het is niet goedkoop. Wat? Ja. 92 oh. euro? Klopt het dan wel? Hoe dan? We hadden 3 chickens. Dat zijn 45 euro in totaal. Oké. Okay. 2 toast kannibaal, 30 euro bij elkaar. Dat is al 85. Nee, 75 bedoel ik. En dan heb je nog koffie en een fles water kost 6,50. Een fles bizar. Water. Bizar. Maar we hebben een tientje gekregen. We moesten hem van Hidden inleveren. En nieuwe kopen. Ja. Nou, dan gaan we dat doen. Nou, Hidden, als je dit kijkt, we hebben de 10 euro niet geïnd, maar inderdaad. Maar hebben er 2 andere kastloten voor gekocht. Niks gewonnen wederom. Dus zo zie je weer, jongens. Niet gokken. Het werkt niet. Gelijk naar huis. Het is mooi geweest. Kom jij gelijk... Wat ben je nou weer aan het doen? Kom jij zo nou gelijk naar mij? If you beat cash, I beat a rubber band. If you beat a match, I will beat the fume. Boom. Ik vind die mensen dit soort auto's... Ik vind dit soort mensen ook... Wat? Mijn waterfles in jouw auto. Nee. Gaat het? Nou, ik zie je zo. Ja. Hij moet huilen. Oh. Nick die komt zo gezellig richting Amstelveen. Want we gaan. Hij komt bij ons eten. En Ruben die was niet meer op de zaak. Dus we gaan vanavond gaan we eventjes spreken over het event. Dus dan ga ik jullie waarschijnlijk dan wat meer vertellen over wat we van plan zijn. Maar nu eerst lekker naar huis en ik heb echt zin om te douchen. Oh jongens, ik ben weer thuis. Alleen ik moet zo nodig plassen. Alleen het irritante is dat... Ik wilde net zeggen, het is irritant als de lift dan heel lang duurt. Soms dan duurt het best wel lang voordat de lift er is. En dan sta je hier de hele tijd met het gevoel van, oh ik moet plassen, ik moet naar het toilet. Maar goed, ik ga het halen. Hey jongens, ik had net een beetje in de auto een beetje gezegd dat we iets meer duidelijkheid zouden geven over het feest. Mm-hmm. Wat kunnen we erover zeggen? Leeftijdsgroep. Voor welke leeftijd het is? Wil je dat zeggen? Zeg je... Ja, maar eigenlijk, zijn we nu gewoon nog even heel druk bezig. Maar we hebben in principe toch een datum. Dat hoeven we nog niet te zeggen. Maar dus in principe staat wel al vast dat we het feest gaan organiseren. Ja. Dus we kunnen misschien even een beetje iets vrijgeven. We gaan een feest organiseren. Oké, we gaan vrijgeven. Dat is dat vrijgeven. We hebben een datum en we gaan dus een feest organiseren. Leeftijdsgroep is misschien ook wel handig. Okay. Voor jongens en meisjes en alles daartussenin. Tussen 12 en 16 jaar. 19 mei. Mag ik dat zeggen? Ja, locatie weet ze nog niet.
Nee, locatie weten ze nog niet. Dus dat is nog een verrassing. En jullie weten nog niet hoe het heet. Dus dan weten jullie dat. Wij gaan een feest organiseren voor mensen tussen de 12 en 16 jaar op 19 mei. En het wordt echt lijp. Geloof ons. Geloof ons. Maar dat is wel... Je verwacht niet dat er zoveel... Je denkt, oh, we gaan een feestje geven. Maar nee. We zijn de hele branding en zo moeten we gewoon gaan bedenken. We zijn er druk mee bezig. Maar het wordt leuk. Vooral Ruben en ik. Oh, jij bent alleen maar aan het vloggen de hele dag natuurlijk, hè. En dat moet ook nog gemonteerd worden. Ja. Ik heb net een hoerhuis hier. Zullen we, hè? Ja. Zit dan ook een hoerenbank? Nee, dat niet. Oh. Zo jongens, de rode lampjes staan aan. Jongens, ik kwam even een controle halen, want Ruben en ik gaan Fortnite spelen. Wee! Kom, we maken ze gek. We gaan ze gek maken. Kijk, Ruben heeft, zeg maar, dit is mijn PlayStation. Alleen die staat hier in de woonkamer. En in mijn kamer staat de oude PlayStation van Joris. Dus we kunnen gewoon met z'n tweeën tegelijk. Ga maar top. Kijk eens jongens. Ik heb de kaars aangezet die ik van mijn pa heb gekregen. En ik ga lekker eventjes chillen in bed, jongens. Maar het is momenteel 10:30. En ik ga denk ik een keertje lekker vroeg slapen. Ik heb daar echt zin in. Ik ben nog steeds echt wel een beetje... Vandaag was ik ook nog steeds moe van gisteren. En ik heb lekker gesport weer vandaag. Dus het was weer gewoon een lekkere, relaxte dag. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie morgen om 6:00 bij een nieuwe. Later!